Dit jaar voor de 24ste keer de Houtmansplantsoenconcerten. Een mondvol, maar daar krijg je dan ook wat voor. Bij mij in de studio het duo Fred en Fred. Zij zijn een beetje de motor achter deze fantastische concerten. Wat is uw functie daarin? Ik ben voorzitter van de organisatie en al heel lang sponsor. Ik ben eigenlijk aangewezen om voorzitter te worden. Ik ben niet eens gevraagd, maar ik vind het leuk om te doen. En ik hoop het nog een poosje vol te houden. En uw functie? Mijn functie is programmeur. En ik ontvang de artiesten in ons voormalige kaaspakhuis aan de Tuinstraat. En het is weer een mooi rijtje aan artiesten geworden. Start 25 juni en de laatste 27 augustus. Hoe zagen die concerten er 24 jaar geleden uit? Hoe is het zo ontstaan? Nou ja, toen was het niet zozeer een reeks. Toen waren het individuele concerten. En toen is mevrouw Kraaienveld begonnen. Helaas, door een nare ziekte kan ze er niet meer bij betrokken zijn. Is dat een reeks van concerten geworden. Maar in het begin was het af en toe een concert. Dus die reeks van concerten, dat is pas veel later ontstaan. En het is nu uitgegroeid tot een fantastisch, bijna professioneel muziekfestival. Zeker. Hoe gaat dat in zijn werk, het bij elkaar krijgen van die artiesten? Melden die zichzelf aan of gaan jullie echt op bezoek naar artiesten? Ik krijg heel veel aanmeldingen. Maar ik kijk ook op internet en wat geschikt is voor het Houtmansplantsoen. Het mag niet te hard zijn, het moet niet te klein zijn. Want je moet zo'n park, 800 mensen, vaak 900 mensen, moet je bereiken. Dus het moet iets meer naar buiten zijn. En dat is 5 maanden werk. Dus er zijn behoorlijke selectiecriteria. Ja en nee. Heeft het ook nog een beetje met persoonlijke smaak te maken? Die probeer ik uit te schakelen. Ik heb geen schijnbare kans. Laten we eens eventjes wat highlights noemen. Het begint 25 juni met Leticia E. Surumbadam. Een all-female salsa quintet. Nou, dat begint natuurlijk lekker swingend met Latin muziek. Wat voor soort stijlen komen er nog meer? Er komt een swingorkest. Er komt een gitarist, composer uit Bosnië. Er komt uptempo folk, Nederlandstalig muziektheater. Even omdraaien. Jaren 60 muziek, een paar goudse bandjes, waaronder Simone & Friends. Dat is, ze wordt ook wel de HEMA-zangeres genoemd. Jazz Connection, Bluegrass en als sluitstuk George van der Pannen. En die kennen we natuurlijk van The Voice of Holland. Juist, waarom, finalist in 2014. En waarom is er voor George gekozen? Nou, had hij überhaupt tijd? Dat vind ik al geweldig dat jullie hebben. Dat was een heel gevecht, maar onze presentatrice Maya van Rey, die is daar helemaal gek van en die tipte mij. Dus ik ben eens gaan kijken op internet hoe die zong en zo. En dat is geweldig. Ja. Dat is geweldig. Dus toen heb ik erg mijn best gedaan om hem hierheen te krijgen. Kijk weer eventjes naar de voorzitter. Zo'n groot festival, dat kost natuurlijk ook een heleboel centjes. Ja. Hoe wordt de financiering geregeld van deze concerten? Wij zijn heel erg blij met de financiële steun van de gemeente. Het ondernemingsfonds Gouda helpt een handje. En er zijn meerdere sponsoren. Die worden vernoemd, onder andere een aantal makelaarskantoren. Dat is mijn achtergrond. Ik heb meer dan 40 jaar ervaring in makelaardij opgedaan. En een van de bedrijven waar ik gewerkt heb is Van 't Hof geweest. Van 't Hof makelaardij, daar ben ik ooit begonnen. En daarna ad hoc horecamakelaars, daar ben ik jarenlang directeur van geweest. 1 januari ben ik gestopt. 68 ruim, het werd dus tijd. 53 jaar hard gewerkt, dus dan mag het een keer. Hè? En dan dus heeft het natuurlijk hier ook weer een stukje voldoening op om hier van dit mooie geheel voorzitter te zijn. Ik hoorde net in het voorgesprek een heel mooi verhaal over stoelen die verhuurd worden en een heel mooi kistje. Vertel daar eens wat over.
Nou ja, er zijn een aantal dames die gaan met een kistje langs de bezoekers, zeg maar. En die wordt gevraagd een bijdrage te geven, dus vrijwillig. Nou ja, de een doet er een euro in, er zijn er ook wel eens die doen er €5 in. Op het laatst, als alles klaar is, dan moet dat geld natuurlijk geteld worden. Want het wordt natuurlijk allemaal verantwoord. En nou ja, die dames die gaan langs, mijn eigen vrouw bijvoorbeeld, met een brede glimlach. Dat helpt. En dat helpt. En leggen de charme, die brengen ze in de strijd. En dan nou ja, proberen ze natuurlijk mensen uit te nodigen om een bijdrage te doen. Ik vind het leuk, daarom ben ik jaren en jaren sponsor geweest, dat mensen die zich niet kunnen veroorloven, financieel gezien, om bijvoorbeeld naar de Schouwburg te gaan, die zie ik daar genieten. En dat vind ik het leuke. Hè? We zijn op de wereld om elkaar te helpen en dat vind ik echt, dat is mijn drijfveer. Nou, en dat lukt met deze concerten ongetwijfeld. Heeft u zelf een voorkeur voor een van de 10 optredens die er gaan komen, waar u naar uitkijkt? Ik ga daar niks over zeggen, want dan krijg ik gedoe met... ik wou zeggen, dan krijg ik gedoe met de programmeur. Want ik doe, wel eens een voorstel, maar dan krijg ik gelijk een draai in mijn oren. Dus dat doe ik niet. Maar het concert van Kees Vaassens Rolwagens tegen... Ja, dat is iets dat vind ik leuk. Dat is goede muziek. Met een grap en een grol. En dat is leuk. Dat vind ik leuk. Ja. En uw voorkeur? Ik heb geen voorkeur. Nou, u heeft ze natuurlijk allemaal al een beetje gehoord en gezien. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het niet programmeren, denk ik. Maar het is wel voor ieder wat wils. Daar hou ik wel rekening mee. Nou, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wilt u meer informatie over deze concerten hebben die op 25 juni starten en waarvan de laatste op 27 augustus is, kunt u kijken op de website van het houtmansplantsoenconcerten.nl. Heren, dank u wel voor uw aanwezigheid in de studio. Dit was Gouwestad Magazine voor deze week. Wilt u deze of eerdere afleveringen nog een keer terugkijken, dan kan dat op onze website gouwestad.nl en kies dan voor de optie uitzending gemist. Graag tot volgende week. Okay, nou, dat ging hartstikke goed.